hebben net de boodschap eruit gegooid en daar komt de Romeo team. Attentie, attentie. Spreek de Romeinse politie. De burgemeester heeft de grenzen gegeven. Dit zegt een verwijdering richting van het concertgebouw. Hi. Stuk voor stuk allemaal een held. Echt. Die gaan ze pakken. Maar de heren en dames zijn op linie gestaan. En de heren en dames staan aan de andere kant ook op linie. Mart, een hele linie is opgezet. Twee waterkanonnen, diverse Romeo-eenheden. En de linie staat. Ik doe er niets, jongens. Vandaar dit geweld. Stop met onze burgers provoceren. Vrijheid. Geen dictatuur. Liefde. Vrijheid. Geen dictatuur. Liefde. Vrijheid. Geen dictatuur. Dit is een provocatie van onze burgers. Dit is provocatie? Ja, dit is provoceren. Dit is bizar, jongens. Vorige week was bizar, schoonheid. Ja, ik was erbij schoon. Ja, ik ook. Schaam je kapot. Schaam je, schaam je, schaam je kapot. Schaam je kapot. Schaam je kapot. Schaam je, schaam je, schaam je kapot. En beter overleggen en praten dan dit. Toch? Waarom doen jullie dit? Waarom wordt er niet gepraat? Helemaal moet ik hebben.
Heren, ik doe niks, hè. Heren, mag ik naar voren stappen? Hij komt ook naar mij toe. En meneer stapt ook op mij af. Hi. Ja. Als je aan de andere kant doet, kan ik via jou een praten voor je. Ze gaan niet weg. Nee, ze blijven zitten. Ja. Dus als je gaat doen met de waterkanon, maken ze alleen maar boos. Er zitten mensen tussen die dat wel willen. Ja. Degene wat nu daar zit, is vreedzaam. Ja. En die willen zitten tot 4 uur. Ja. De vredeseenheid staat er voorop. Die zal geen geweld gebruiken. Dat zijn ex-mariniers, ex-dingen. Ja. Het is stil. Ik weet niet wat je hiermee moet. Dit gaat zo. Je kunt erop aflopen en blijven staan. Ja, duidelijk. Ja. Iets van communicatie proberen, toch onduidelijk te zijn. Om geweld te voorkomen, weet ik wat ik probeer. Ik probeer ook maar wat. Seksiecommandant stapte net op me af. En duidelijk geventileerd van vreedzaamheid, rustig, tot 4 uur, geen ellende. Ja, dat is hetzelfde als wat jullie doen. Ze nu al aan het communiceren terug naar boven. Ja, ik heb ook contact met de politie. Tieners trouwens. Heren, fucking respect. Dit is mooi, jongen. Hallo. 2 weken van mijn leven doorgekost. Ja, mijn ook. Dit is zo mooi. Ik krijg gewoon kippenvel van. Helden! Water overheen. Wat een helden, joh. Dictatuur in Nederland. Mensen delen. Pure provocatie van... Wilt u dat laten? We staan nog steeds trots vooraan. Met de neus vooruit. In de tweede rust. En die zijn er nu ook echt omheen gaan staan. Daarachter de zorgmedewerkers. Ja, ik blijf in de herhaling maar. En hier... Ja, er schieten mij een heleboel woorden te binnen momenteel, maar die ga ik voor mij houden. Ja, zoals Lynette net zegt, gelukkig schijnt het zonnetje. Dus we hebben enigszins een kans om een beetje op te warmen zometeen weer. En daarachter natuurlijk ook een hele grote... Verzamel een carpoolplaats aan gekleurde en zwarte busjes. Het waterkanon is even gestopt met spuiten. Even deze aan. Ja, is goed. Het waterkanon is inmiddels even gestopt met spuiten. Er zit maar 8000 liter in. Meter scheidt enkel de wapenstokken van de baretten. De AE, de hondjes, die zijn er allemaal bij. De paarden die staan er een beetje achter. De demonstratie is zo rond 12 uur is die ontbonden door de burgemeester. En rond 11:15 is het omgeroepen. Om 12:30 stond de linie. En inmiddels zijn wij op, even kijken, 2:15. Dus we zijn een klein uurtje zijn we nu bezig met dit. Een klein uurtje is het drama in Amsterdam. Helicopter is in the air. There's a new parking lot in Amsterdam. And the riot police is standing strong against the Dutch veterans, the Dutch caregivers, and the demonstrators, who all joined together.
And I'm hearing the phrase, it looks like war. It's just looking like war. Civil unrest, civil war, what you want to call it, but... En dames en heren, voor degenen die denken, wat doet hij nou, dat was Engels. Er wordt inderdaad ook wel geroepen van, het is net oorlog. Ja, daar kunnen we inderdaad wat van zeggen. Maar ik denk dat het wel redelijk in de buurt komt. Ondanks dat er wordt geroepen, u bent aangehouden, zijn er een heleboel mensen nog steeds aanwezig. Er zijn een heleboel mensen nog steeds paraat. En blijven ze staan. Het is nu even afwachten wat er gaat gebeuren, want eerlijk is eerlijk. Deze menigte aan... demonstranten, veteranen, zorgmedewerkers, dat ga je niet plat knuppelen. Dan ben je het respect van de democratie verloren. Daarom staat de AE, de arrestatie-eenheid, staat erachter. En die moeten proberen uit elkaar gaan breken zometeen. En waar het een en ander nog overlegd wordt. Ja, en nou is de vraag, wat gaat er gebeuren? Ik hoor net dat het hele museumplein inmiddels is afgesloten. Dat het dus rondom is afgesloten. We gaan gewoon even kijken of we het in beeld kunnen brengen. Ja, ze staan inderdaad overal. Ja, dat is natuurlijk een dingetje. Ik sta nu te roeptoeteren. Dus dit is mijn fair warning. I have to identify myself to the police. They want to know who I am. The caregivers are standing in front. The caregivers are standing in front. Of the veterans at the moment. They stepped in front to give. We zien het hier. Ze zijn dus echt naar voren gegaan. De zorgmedewerkers zijn er nu voor gaan staan. Voor de veteranen. Ze zijn ook kletsnat gespreid. En die zijn er nu voor gestaan. Voor de veteranen. Ja, dit is bizar, jongens. Ik ben benieuwd hoe ze dit willen gaan aanhouden. Hoe ze dit met z'n allen willen gaan aanhouden. Ik moest mij net legitimeren wie ik was. Ja. Oh, we zien dat de GVB-bussen inmiddels ook zijn aangekomen. Maar die komen even matten daar. De GVB-bussen zijn ook aangekomen om de mensen dus allemaal een procesverbaal te gaan geven. Om de mensen dus allemaal op te gaan sluiten. Er wordt dus echt... werk van gemaakt om mensen nu af te gaan voeren. The Special Riot Police is now standing in front. It's getting some people out of the crowd and taking them to buses. The buses in the back, which leads them to the police station. And we see it's breaking up now. Now it's breaking up. The veterans are still standing strong. The caregivers are still standing strong. And now it's breaking up. The first arrest and it's breaking up. De eerste arrestatie en het breekt dus op. We zien ook dat de AE ertussen loopt. Die gaat proberen een paar mensen eruit te vissen. We zien dat daar ook inmiddels een aanhouding is geweest. Zo wordt het dus toch een... Naar achter. Dan wordt het dus echt... Dan wordt het dus echt, door de AE worden mensen dus nu één voor één eruit gepikt en die gaan dus mee. Ik loop ook een stukje naar achter, want ik ben ook soms in de Sjaak. En zo worden ze dus één voor één eruit gepikt. We zien er iemand met een megafoon. Martin Foster is aangehouden. Jongens. Hou er nu even wat meer afstand, want ik heb net mijn fair warning gehad. Ik wil morgen graag ook verslag doen. Dus ik hou nu eventjes iets wat afstand. Echt, ze kunnen gewoon gaan kiezen wie ze meenemen. Ine, Mine, Mutten. Ine, Mine, Mutten. Wie gaan we eruit pikken? Wie is de lul? Wordt goed omheen gekeken. Het is vreedzaam. Dus men hoeft niet bang te zijn dat er iets gebeurt. Het is vreedzaam. Rechts, Lin. Het is dus vreedzaam om het zo te zien. Jongens.
Je kan dit toch niet voor mogelijk houden. Als u net inschakelt, de vredesdemonstratie op het Museumplein is echt in een fiasco uit aan het lopen. Mensen zijn weer verspreid, gaan zometeen allemaal weer de stad doorrengelen. De ME heeft de veteranen nat gespoten, heeft de zorgmedewerkers nat gespoten, heeft ze daadwerkelijk een koude douche gegeven. En is nu één voor één de mensen eruit aan het pikken. Wat er dus, nou ja, om het even naar voren te laten zien, één voor één worden de mensen er nu uitgepikt. Een dame in een carnavalspakje. Gewoon een dame. Die wordt nu ook meegenomen door de AE. Heel veel onrust komt er in één keer vanuit de mensen. Er worden ook met dingen gegooid. Heel veel onrust komt eruit. Ja, we zijn hier spuiten met pepperspray hier ook. Er is ook een demonstrant die met pepperspray die kant uitspreekt. Even kijken. Nee! Wat was je van plan? Nee. Wat heb je daar in je handen? Wat heb je? Pepperspray! Pepperspray! Gelukkig hebben we Hartas. Deze dame was met pepperspray aan het spuiten. Agent! Agent! Er was net een dame, die was met pepperspray aan het spuiten in de mensen. Daarom. Alsjeblieft. Oké, dankjewel. Deze dame was dus aan het spuiten met pepperspray in de menigte. Pepperspray? Pepperspray, ja. Dame was met pepperspray aan het spuiten in de menigte. Wat een debiel. We hebben haar gepakt. We hebben haar tas. Daar zit waarschijnlijk identificatie in. En ze gaat nat. Stomme trut. Ga je met pepperspray spuiten onder de Goed gedaan. De maf. De maf. Ze was met pepperspray aan spuiten in de menigte. Was het een agent? Nee. Het was een demonstrant die onder ons zat. Die ging pepperspray spuiten in de menigte. Gewoon bij ons. Oh, okay. En gooien met dingen. Ja. Oh nee, ze gooien ze maar toch? Nee, ze was met pepperspray spuiten. Dus politie, als jullie willen kijken, daarvoor mogen jullie heel graag mijn beelden gebruiken. Die was met pepperspray aan de spuiten in de menigte. Dat merk je ook gelijk in je neus. En zo, kug. Die hebben we eventjes te pakken gekregen. Tenminste, hebben we een tas van haar te pakken gekregen. En daar zit wat identificatie zit erin, dus ze kan binnenkort bezoek verwachten. Graag gedaan. En ondertussen gaat het aan de andere kant gaat het verder. De tweede waterwerper is er ook weer bij. De politie hier natuurlijk verwacht. Als wij natuurlijk nu gaan lopen met z'n allen. Ja, dan moeten zij gaan hergroeperen. Blijkbaar gaan we dus nu een mars hebben door Amsterdam. Dan gaan we een rondje lopen door Amsterdam. Ze zeggen dat het een infiltrant was. Wat was het? Ze zeggen dat het een infiltrant was. Ja, ongetwijfeld. In ieder geval, we gaan met z'n allen lopen. We laten dit voor wat het is. En we gaan lopen. Ik hoop dat deze dame met de pepperspray gepakt wordt. Hij had gejuicht. Het lijkt erop dat we gaan lopen. We gaan toch even die kant uit lopen, kijken wat er nou precies gebeurt. Liefde, vrijheid, geen dictatuur. Wij gaan lopen, wij gaan lopen. Peace, freedom, love, no dictatorship. We gaan over de wereld heen. We gaan naar het Vondelpark, denk ik. We gaan lopen. We are walking, people. We are walking. Love, peace, no dictatorship. Hiermee gewoon letterlijk en figuurlijk de ME in een hemdje staan op het Museumplein. Wat aangehouden, we lopen gewoon verder. Het mag duidelijk zijn. Men loopt verder. Love, peace, no dictatorship. Dat is, that's what's being called. That's what people are saying. Hey maar, we lopen dus met z'n allen lopen we weg. En gaan we verder. Heerlijk. Sluit je aan, wordt geroepen.
Iemand heeft zijn pyjama nog aan. Dan zien we dat de groep echt wel heel groot geworden is. Een heleboel mensen zijn hier momenteel aan het lopen. Ze laten wat er gebeurde op het museumplein, laten ze. De politie kon niet ingrijpen. Hoi. Die hebben dus uiteindelijk alleen maar met een waterkanon de veteranen, de zorgmedewerkers en de demonstranten had gespoten. En konden niks meer. So ladies and gentlemen, if you're just joining us, we are marching away from the museum squares and we are marching towards peace, love and no dictatorship. Vondel Square, the Vondelpark, is closed, so nobody can go to the Vondelpark. Look at how big this is. Holy smokes, this is big. This is big. This is big. Everybody's war. They are not getting in front of this. And we see on the other side, it is big. 24. It is quite big. Het is groot, jongens. Ik ben ondertussen ook Engels aan het praten, omdat we heel veel internationale kijkers hebben gekregen. En dan schakelen we automatisch ook even over naar het Nederlands-Engels. Zodat wij ook het een en ander kunnen vertellen in de andere talen. We lopen richting de vrijheid. Jeetje mina, jongens. Dit is echt... Dit had ik even niet aan zien komen. Ik had het niet aan zien komen hoe het allemaal is uitgepakt op het museumplein. Ja, weet ik. Ik probeer ook zoveel mogelijk een goede kwaliteit stream te houden. Maar dat is helaas met zo'n grote mensenmacht redelijk moeilijk. We proberen er wel wat van te maken, maar dat heeft te maken met ons bereik. We gaan niet zometeen even links. Het is lang geleden geweest dat Nederland zo'n demonstratie heeft gezien. It has been a long while since the Dutch had such a demonstration. Goeie beelden. Dank je wel. Freedom! Liberty! Liberty to all! And we see a lot of people walking. Nee, niet een dikke knuffel geven, ik volg je. Dank je wel. En we horen iedereen ook roepen, sluit je aan, sluit je aan. Het kan zijn dat de stream hier en daar een beetje brokkelig is. Dat doe ik helaas niks aan. Dat heeft te maken met de internetverbinding. Er zijn dus een heleboel mensen die nu momenteel rondlopen. Dus dat is even een beetje moeilijk om in stand te houden, helaas. Ik doe maar stinken de beste voor, maar veel kunnen we daar niet aan doen. En je hebt altijd een paar juppen die moeten er even doorheen rijden. Die kunnen niet even wachten. Meer dan 90 landen. 90 landen. Ja, en we zien dus echt hoe iedereen over die heuvelijn komt. Met in hun kielzog een aantal busjes van de mobiele eenheid. Ja, die kunnen er gewoon even niks aan doen op dit moment. Is hier zoveel mensen op het museumplein stonden? Dat is het dus. We wisten niet dat er zoveel mensen hier stonden. Dit is echt bizar. Heel erg veel mensen. En ondertussen zien we ook, er worden wat stickers geplakt. En we zien daarachter zien we inderdaad de mobiele eenheid die de achterkant afsluit. Ja, het is niet dat ze veel kunnen uitrichten nu. De politiehelikopter vliegt er ook boven. Die zien we daar. Ja, mooi hè. We zien dus inderdaad dat er een heleboel mensen dus nu lopen. En die lopen dus nu voor de vrijheid. De hele weg, we gaan weer. De hele weg is echt dicht. Ik denk niet dat je nog even langs komt met je glaspunt. Ja, en toch proberen door te duwen, dat is jammer. Nou, en voor degenen die dus inschakelt, we zijn dus aan het lopen over de eerste Constantijn Huygensstraat in Oud-West. We lopen, ik weet niet waar naartoe, maar we zijn van het museumplein af. En we lopen nu verder door Amsterdam. We hebben de ME achter ons gelaten, er is geen ME voor ons op dit moment. En mensen die, die genieten van deze vrijheid, die genieten van deze loop. De hele stoet loopt voor ons nog een
Ja, ik denk een goede 700-800 meter voor. We zijn eventjes ertussenuit geweest, tenminste ertussenuit geweest. We hebben even de stream gewoon gefilmd zoals we aan het doen waren. Zoals we aan het voorbij lopen waren. En er wordt er ook geroepen, liefde, vrijheid, geen dictatuur. En if you are just joining us, we are live in Amsterdam. Where the demonstration has left the museum square. And is now walking towards freedom. That's what they're shouting, they're walking towards freedom. So, they never walk alone, we walked with them. The cross section is blocked. Nobody is getting through. Gouden. We zagen ook al dat de ME uiteindelijk niet heeft ingegrepen tegen de veteranen, tegen het zorgpersoneel. De vraag is of ze dat daadwerkelijk konden of niet konden. Dat zullen we nooit weten. Ja, eentje. Eentje is voor de tram gaan liggen. Nou, we zien het dus echt als één groot gekhuis hier. En echt iedereen die is ook echt in zijn pyjama voor de raam aan het kijken van wat de fuck gebeurt hier nou. Verschrikkelijk veel commotie. Er wordt ook geroepen, kom erbij. Join us, join us. Everybody is shouting, join us. A taxi driver is honking his horn. This is mega. This is huge. For Dutch proportions, this is huge. And it's quite nice to see that it's finally happening. If you are just joining us from another country, this is Amsterdam. We have been cleared from the museum quarters. And we are now walking through Amsterdam. No place to go, but we're walking. And we'll see where it ends. En zo is toch een stukje Amsterdam even volledig ontregeld. We hebben geen idee waar we heen gaan. It's more than 2,000-3,000 people. This is much more. I believe it's 5,000-6,000 at the moment. And there's still people joining in. Ja, we gaan rechts. Nee. Ja, dan. Toen was de camera eventjes ontregeld. Ik had niet gezien dat er wat boven me hing. De camera die hangt nu een kleine 3 meter hoger. Om een beetje overzicht te maken van alles. Dus wij wachten wel even. Ja, bizar dit, jongens. En we zien nog steeds dat de rest van de mensen nog steeds aansluiten aan de achterkant. Die lopen allemaal mee. Zo'n enorm grote demonstratie. Zo'n grote mars. Op een gegeven moment iedereen stond op, iedereen liep daar weg. En iedereen liep een kant uit. Iedereen had zoiets van, weet je wat, fuck jullie daar, wij gaan een rondje lopen. En dat zijn de mensen dus nu ook aan het doen, een rondje lopen. Mensen zijn echt een rondje gaan lopen. Er wordt ook geroepen, wat willen wij? Vrijheid. Wanneer willen we dat? Nu. Coolblue probeert er door te komen met de bakfiets. Coolblue heeft een beetje moeite om met de bakfiets er doorheen te komen. Ja, en zo gebeuren er toch echt wel een heleboel dingetjes hier. If you are just joining us, we are walking through Amsterdam. We have been cleared from the museum quarters. And we are walking towards freedom. That's what they're saying. We're walking towards freedom. De ME-bussen beginnen een beetje in de straatjes aan de zijkanten te ontstaan. Dus het kan best zijn dat ze zometeen gaan proberen om de boel toch af te gaan snijden. Dat behoort dus tot de mogelijkheden. Ja, en als dat gebeurt, dan kan je er donder op zeggen dat een hele grote groep mensen zich al als rat in de val gaan voelen.
Hey, daar, hey, daar is de ME. Ja, daar is de ME. Mensen lopen weg bij de ME. Op de Koekjesbrug. Er worden ook overal toeters en bellen. Overal zijn toeters en bellen. We zien dat de ME daar inmiddels aan stroomt. Geen dictatuur! Liefde! Vrijheid! Geen dictatuur! Daar komt inmiddels de ME komt er ook aan waaien. De police joined us at the moment. With lights and sirens. En we see it on our left side. They have just joined us. And they are in front of us as well. The police is in front of us as well. They are getting out of the vans. The riot police is getting out of the vans. Fucking again. They're coming this way. They're coming this way because the police is over there as well. The riot police is getting out. And they're walking a new side. Dikant. Police is closing that side up as well. They are trying to box everything in. Ze gaan dus echt proberen om alles in te boxen. Ik laat de bom nu even volstromen. Ja, en zo is toch een beste groep mensen is aardig ingesloten. Dat zien we hier ook. Die is aardig ingesloten. Die kunnen nu even geen kant op. Daarmee heeft dus toch besloten om in te gaan grijpen. Dat is charges. Naast mij blijft staan. Blijf straks staan. We zien dus dat hier de ME aankomt. Het is nou even de vraag wat gaan ze nou precies doen. Ze gaan dus toch echt een linie opbouwen. De linie tegen de demonstranten. Aan de andere kant is ook een linie opgebouwd. De mensen daar wel door kunnen lopen. Hier is in ieder geval ook een nieuwe rand opgezet. Zo, wat een fluit jongens. En hier loopt inmiddels ook de boel verder. Oh, zo te horen is het daar ook vast of niet? Nee, daar is het nog niet vast. Dus de grote groep loopt ook rustig aan die kant uit. We gaan gewoon even tussen de mensenmenigte doorlopen. Kijken wat we zien, kijken wat we kunnen meemaken. Kijken wat er gebeurt. Ook aan die andere kant staat de ME inmiddels. Hebben ze daar ook de boel gegooid? Ja. Ja. Ja, en zo is het een stukje lopen. We zien dat die kant is de ME inmiddels weer aan het liep. Aan die kant is de ME inmiddels weer aan het inpakken. Ze hebben daar op de brug hebben ze nu ook een rand gezet. Dat zien we daar dus. The people here are completely boxed in at the moment. They have nowhere to go. And they're just walking in through another region. It looks like the police is with too few and then the demonstrators are with too many. Het lijkt dus inderdaad dat de politie echt probeert tactisch in te zetten en ja, op die manier probeer je toch de overhand te houden, maar op dit moment zijn er meer demonstranten dan ME'ers. En dat is niet om uit te lokken natuurlijk, maar dat is wel iets wat wij zo lijken te zien. Het is even afwachten hoe dat allemaal uit gaat spelen natuurlijk. In de val. Ja, zo lopen de mensen toch als ratten in de val, om het maar zo te zeggen. This is happening in Amsterdam at the moment. The demonstrators are being boxed in by the riot police. En zo zien we dus inderdaad. Ja. Dan zien we inderdaad de ME ook aan deze kant staan. En dan komen ook Romeo's komen er tussendoor. Ja, echt ingebokst. Dat zien we wel.
Ook komt hier nog meer vertrekking bij. En we zien het vanaf deze kant ook. Ja. En daar zijn ook de mensen ingebokt. Die kan uit? Ja hoor. Lien, die kan. Linksaf langs de fietsen. Dank je. Nou, we worden dus nu ook gevraagd om linksaf langs de fietsen te gaan. Langs de hondjes. We moeten toch het gebied gaan verlaten. Ja, dat is wel raar. Nog een laatste blik van wat daar gebeurt. En zo heeft de politie toch de boel ingesloten, ingebokst. Ladies and gentlemen, if you're just joining us, we are walking through Amsterdam. A large group has been contained by the police. The riot police has contained a large group of around, I believe, 600 to 800 people. They are being contained in the streets. They are boxed in at the moment. And I believe they are going to the police station and getting a fine or something. We have been cleared to go. But we stay near the situation. Kom worden. We zien ook dat er wat mensen proberen die kant uit te komen. Attentie, attentie, hier spreekt de politie. Ladies and gentlemen, here's speaking the police. You are all being taken by us and you are going to jail. Just in those words. Dames en heren, u bent bij deze allemaal aangehouden. What the 100 tot 800 mensen op dit moment aangehouden zijn. Het kunnen er meer zijn, het kunnen er minder zijn. Dat is eventjes koffiedik kijken op dit moment. Maar er zijn er een hele hoop die aangehouden zijn. Op dit moment. Even omlopen. Oké, kan ik van die kant wel wat... Oké, dank je. En we moeten even de andere kant uit. Wow, zullen we daar al een lintje gespannen? Ja, en zo zien we hier ook hoe hier alles opgebouwd wordt. Dat is wel leuk, hè? Politie met een klein kindje lopende. Kleiding. Ja, die moest er even tussendoor. Ik vind het al meer dan eng natuurlijk. Of is het neem je kinderen mee naar het werk vandaag? Kan ook. Ook aan de andere kant is inmiddels de politie nog steeds op de brug. Oké. Volledig ingesloten ook. Zijn ze ook helemaal ingesloten? Nou, we horen het net al, informant in de boot. Die zegt dat ze zijn volledig ingesloten. Dus we kunnen geen kant meer op. And around a group of around 500 to 800 people has been held by the Dutch riot police. They have nowhere to go. They're boxed in at the moment. We have no way of seeing it because they blocked every view of it. Yeah. Natuurlijk verder met het een en ander opruimen van alles. We horen de mensen ook echt gillen en schreeuwen en roepen. Het is ingesloten op dit moment. De Bratra-eenheid staat er ook tussen. En ook aan de overkant is een heel gedoe van mensen die het toch ondersteunen. Die het enigszins steun nageven. Ja, bizar dit jongens. Echt bizar dit. Moet je kijken hoeveel mensen. Lien. De hele groep is ingebokst, dat zien we hier heel mooi. Aan de achterkant zien we dus de busjes van de ME staan. En hier op deze brug zien we ook de busjes van de ME staan. En het is nu de vraag, wat gaan ze nou precies doen? Dit kan even duren, want ze moeten hier een heel logistiek proces op gooien. De mensen worden ook aardig goed aangemoedigd aan deze kant. En de hele mensenmenigte loopt door tot achteraan. Mensen nu gevorderd om te vertrekken en om op te donderen, om het maar zo te zeggen. Aan die kant moeten mensen dus nu echt weg. We zien eentje die staat daar met zijn bootje middenin. Ik kreeg net al een berichtje van pak een boot en ga een rondje varen. Ik betaal de kosten wel. Nou, hartstikke lief, maar ik ben hartstikke bang, wil ik niet zeggen, maar ik heb een bloedhekel aan water. Daarom ben ik nog nooit bij de marine gegaan.
Maar die heeft natuurlijk een prachtig mooi uitzicht daar. We zien dat hier een groepje ingezet gaat worden. Of tenminste de Romeo's. Die maken zich klaar op. Die maken zich op voor iets. Die komen wel in beweging. Ja, het is nu de vraag, wat gaan ze nou precies doen? Dat is nu gewoon de vraag. Police don't know what they have to do with so many protesters. They don't have a jail big enough for this. And also there are a lot of people on the other side who are giving them support. So, join us in a few moments again. And what's happening? What's gebeurd daar? Oh, some of the riot police are packing up. Oh, nee. Nothing happening. Thank you for watching and join us again later this day.